Ja, aan tafel de ober dus van Baby Elise, Ad. Fijn dat je er bent, Ad. En Kelly de Vries namens de PTR de Vries Foundation. Kelly, wat is er voor zover dus nu bekend precies gebeurd op die 5 oktober 2015? Nou, zoals je net bij de introductie vertelde, is inderdaad in de nacht van 5 oktober 2015... ongeveer een uurtje voor middernacht een telefoontje gegaan naar 112... Dat Baby Elise van toen 9 maanden oud niet meer ademde. Zij is toen naar het ziekenhuis gebracht en is daar de nacht komen te overlijden. Elise is de kleindochter van Ad. Zijn zoon Dennis is de vader, maar die was niet meer samen met de moeder van Elise. Bij wie Elise op dat moment in het huis was. Samen met de stiefvader, de toenmalige stiefvader van Elise. Dat zijn ook de twee mensen die avond bij Elise in huis zijn geweest. De enige mensen die bij haar in huis zijn geweest. En het is ook bewezen dat de wurging en het mogelijke schudden wat tot de overlijden heeft geleid, toegebracht is vlak voor het belletje naar 112. Ja. Nou, en wat het natuurlijk naast het allergrootste verlies wat je maar kan indenken zo schokkend maakt, is dat we weten dat er twee mensen aanwezig waren, maar dat ondanks ontzettend uitgebreid onderzoek van de politie er niet is kunnen bewijzen wie van deze twee verantwoordelijk is. Het zouden ze allebei kunnen zijn, maar het is niet uit te sluiten dat één van de twee mogelijk onschuldig is. En daarom is deze zaak geseponeerd en ook nooit dus voor de rechter gekomen. Wauw. Dus omdat ze allebei niks willen zeggen, is het gewoon onmogelijk om ze te kunnen veroordelen? In dit geval wel, ja. Ja. En Dennis Ad, uw zoon dus, die was die avond ook ter plaatse. Werd ook gebeld, hè? Die was gewoon thuis. En, wij waren toevallig een paar dagen weg, omdat er heel veel gedoe was geweest. Dat in Duitsland. En toen kreeg hij dus 's avonds om 11:30 een telefoontje. Van, het gaat niet goed met je dochter. En toen heeft die stiefvader, Pepijn, de telefoon overgegeven aan iemand van de politie. En die zei, kun je direct komen? Ze zijn op dit moment bezig om je dochter te reanimeren. Zo. Toen heeft hij dus, omdat wij er niet waren, zijn zwager gebeld, dus de man van onze dochter. Ze zijn in de auto gesprongen, zijn naar Papendrecht gereden, naar de Stellingmolen. En straat vol met politie, verschillende ziekenwagens, de trauma hing al in de lucht. En die zijn daar naar binnen gestormd. En dan ziet hij zijn dochter daar op de salontafel liggen. Dan zijn ze bezig om, proberen zo'n tube in die keel te krijgen. En dat geluid, dat schrappende, dat krijgt hij al niet weg. En sowieso de hele situatie daar. En dan weet je nog niet precies wat er allemaal echt gebeurd is. Maar hij had wel direct door van, alleen al de kleur van zijn dochter, zegt hij al van, dat is helemaal mis. Ja. Toen is hij zelfs nog gaan zoeken, want de moeder, Amanda, dus de ex van Dennis, die had al een dochter uit een eerdere relatie. Die was daar ook in huis. Die naam gaan we niet noemen voor de rest, maar die lag gewoon te slapen. Maar in dezelfde kamer is er dus iets gebeurd met Elise. En dat iets is, ze heeft s'avonds de voeding gehad, om 10:00 nog. En ze is naar bed gegaan en die Pepijn, die stiefvader, daar was het huis ook van. Die zat op de bank tv te kijken. En Amanda was vroeg naar bed gegaan, want dat had ook pijn. Uit de verklaringen komt naar voren dat die Pepijn zegt van, oké, ik ging naar het toilet. Ik kwam terug. En toen hoorde die Elise, dus, dat is het benauwde. Zet de televisie zacht, hoort het nog een keer, gaat kijken. En gaat dan naar de moeder Amanda, die op de andere slaapkamer lag. Dat is zijn verklaring. Zij zegt van, ik weet van niks. Ik lag op bed. Ik sliep. Dan is het weer, ik sliep niet, ik lag te dommelen. Dan heb ze filmpjes gekeken op de telefoon. Maar ze wist ook precies naar welke tv-programma's hij had zitten kijken. Dus dan slaap je niet. Nee. Dat huis is niet zo groot. Dus de een zit op de bank, de andere ligt dus zogenaamd op bed. En daartussen heb je een slaapkamertje waar dus twee kinderen liggen. En daartussen weten ze alle twee niet hoe het nou komt. Dat andere kind was volgens mij op dat moment 2 jaar. Die hebben niet gedaan in sliep. Maar alle twee weten ze dus niet hoe het nu komt. Dat die keel dichtgeknepen is.
dat Elise heel hard door elkaar geschud is, dat die hersenen onderhand ontploften. Er is nog op het lichaam gestompt en geslagen. Ja. En door, ja, ik ben er sowieso fel tegen zwijgrecht, maar ik heb er vaak genoeg geroepen van zwijgrecht leidt tot onrecht. En als je niet oppast, zorgt dat onrechtgevoel tot eigen recht. Ja. Maar als iemand dat doet, het maakt niet uit, niet alleen deze zaak, maar het gekke is dat er dan voldoende politie en rechercheurs zijn om die persoon op te pakken. Dan is het OM ineens druk. Dan komen de rechters komen in actie. En die wordt wel opgesloten. En de veroorzakers lopen gewoon los. Dan krijg je een nieuwe relatie. Er zijn weer kinderen geboren. Ja, je ziet dat als er geen rechtvaardigheid is voor een familie, dat natuurlijk zo. Je kan nooit beginnen met rouwen. En dat is natuurlijk wat deze situatie zo ontzettend verdrietig en frustrerend maakt. Dus ja, je bent je kind verloren, maar tegelijkertijd is dat onrechter. Je krijgt nooit geen antwoord op de vraag wat er gebeurd is. Nee. En wat u ging vaak mee, begreep ik ook, met ophalen en brengen. Altijd, om te zorgen dat het niet uit de hand zal lopen, dat er geen leugens of gouden hoer zou zijn. En u zit hier, dat vind ik al dapper. Hoe gaat het met u zo, met Dennis? Ja, eigenlijk gewoon niet goed. Hij heeft posttraumatisch stresssyndroom opgelopen door het hele circus. Hij kan ook niet meer werken. Hij kan sommige momenten, als je op Facebook zou kijken of weet ik wat, een masker opzetten. Hij zou zo lid kunnen worden van een toneelvereniging. Dan doet hij zijn ding en is hij met de hond bezig. Of hij is met, weet ik het, met zijn aquarium bezig of dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hij woont ook op zichzelf. Hij woont ook alleen. En, ja, en hij heeft een aantal vrienden die, ondanks dat hij af en toe streken heeft en dat hij kwaad wordt om mensen geringste, die zijn hem behoorlijk trouw. Dus dat geluk heeft hij. Maar ja, het komt gewoon niet goed. Nee. Goed, we proberen het zo goed mogelijk samen met onze dochter en zwager te helpen. Ja. Maar een afspraak, al is dat maar een simpel iets voor een verjaardag, en bij wijze van spreken een cadeautje al kopen en klaarstaan, en maar op 5 minuten van tevoren zeggen, ja, het gaat niet. Ja. Als wij iets willen klussen daar, dan belt hij gewoon af, ja, het lukt niet. Het gaat gewoon niet. En, nou ja, dat dat is ook dat beeld in dat ziekenhuis. Ja, dat ze dan door de gang rennen met je dochtertje, dat de armtje naast die branca hangt. En je weet al dat er iets helemaal niet goed is. Ja, dat krijg je niet weg. Dan moet je dus ook nog met die moeder samen, wat al de omgangsregeling al waardeloos was. Maar daar moet je dus mee in het stoeltje zitten, je dochter in de handen, of bij de moeder. Ja. Nou, toen kregen wij een telefoontje toe. In Duitsland in het hotel waren ze s'nachts van, kunnen jullie als donder naar huis komen? En het gaat niet goed met Elise, we zijn in het ziekenhuis. En ze zeggen dat ze de ochtend niet zal halen. Nou ja. Ja, dan kan je rijdt 160, 180, maar dat helpt niet meer. Je bent gewoon te laat. En toen kwam het telefoontje, hoe lang gaat het nog duren? Eerder jullie er zijn. Want we moeten de apparatuur uitgezet. En toen hebben we ook gezegd van ja, langer lijden hoeft niet meer. In hoeverre dat nog in leven was. Maar dat is niet nodig, zet het maar uit. Zo. Dus ja. Wat een verschrikkelijk drama. Verdrietig. Kijk, het is al erg genoeg dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat, ze hebben er een tijdje vastgezeten, zijn verhoord. Zijn op een gegeven moment samen in een kamer gezet. Vertel maar, jullie waren er. Zijn naar huis afgeluisterd. Nee, ook nou in vrijlating. Mm-hmm. Wordt helemaal niet over gesproken. Nee, maar wat wij ook denken is natuurlijk, deze twee mensen weten de waarheid. Maar we openen ook natuurlijk, mede met deze oproep, dat er mensen uit hun omgeving zijn die de waarheid weten. En die misschien nu heel lang het hand boven hun hoofd hebben gehouden, maar met deze persoonlijke oproep, emotionele oproep, zichzelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken. En zullen zeggen, ik weet meer en ik ga nu eindelijk vertellen, ook al is dat anoniem, aan de politie of aan onze foundation. Ik weet meer en ik ga het nu vertellen. In de hoop, omdat het dus 9 jaar geleden is dat misschien vrienden van toen geen vrienden meer zijn. Of dat ze ook ouder zijn geworden en anders naar het leven zijn gekeken. Misschien zelf kinderen hebben gekregen ondertussen. En denken, ja, stel je voor dat dit mijn kind overkomt, dan wil ik dit natuurlijk ook weten. Ja. Dus wij hopen heel erg dat deze oproep daartoe leidt. Want het is dus niet zo, Kelly. Ik heb geen verstand van de juridische wereld natuurlijk. Maar je zou denken, als ze alle twee in dat huis waren, dat is aantoonbaar. En het is aantoonbaar dat Elise is omgekomen door geweld.
dat ze niet allebei op zijn minst ergens van of ergens voor veroordeeld kunnen worden. En ja. dat misschien dan, dat ze daardoor eerlijk gaan zijn over wie wat heeft gedaan. Ja, ik ben natuurlijk niet de jurist in de familie. Nee, dus ik weet ook niet het fijne precies daarvan. Maar ja, wat ik wel weet is dat daar ook niet voldoende bewijs voor is. En dat de kans is dat een van de twee oprecht niet weet wat er gebeurd is. Dat iemand toch een van die twee mogelijk niet heeft gezien of niet heeft gehoord wat de ander heeft gedaan. En diegene mag dan volgens de Nederlandse wet, en dat is natuurlijk ook het rechtvaardige wel aan onze wet, daar niet voor veroordeeld worden. En dat is hierbij het punt. En daarom is dat bewijs nodig wie wat weet. Alleen het gekke is, als je moeder bent van Elise en dit gebeurt, dan zou je er ook alles aan willen doen dat je weet dat het er maar één kan zijn, hè? Als, jij dan, niet ben, als zij niet is geweest, ja, dan zou hij het moeten zijn. Hmm. Als het andersom is, dat een man heeft liggen waken toen hij naar de wc ging, snel geflikt heeft, dus zou hij het zogenaamd niks weten, dan zou hij er toch alles aan moeten doen. Het is in zijn huis gebeurd, hij had al een wat minder verleden. Om zijn onschuld aan te tonen. Dan ga je toch je onschuld binnen aan de hand. En dan ga je toch juist, als je het idee hebt dat er afgeluisterd wordt in huis, ga je toch zorgen dat er een gesprek op gang komt en dat je de ander laat praten. Dan wil je toch onschuldig zijn. Ja. Dus wat is nu de reden dat ze dus elkaar de handen boven het hoofd houden? Is het dan nog één van de twee of zijn het gewoon alle twee? Ja, precies. Dus jullie hoop is, hè, kijk, we hebben het al eens vaak over cold case gehad. Vaak heeft iemand buiten iemand hier rondlopen. Hier is dus echt heeft een van de betrokkenen destijds vrienden van, familie van. Vrienden, ex-vrienden. Iets gehoord. Bij de voetbal, in de kroeg. Of moeders die toch ook onderhand wel een keertje misschien bij de verstand komt en om gaat praten als je wat weet. Ja. En nogmaals, het kan ook anoniem. Ik kan me voorstellen dat je misschien niet je familielid of een vriend, dat jij degene wil zijn die hem of haar verlinkt. Nee. Maar doe het dan anoniem. Ja. Ja. Ik vind het een mooie oproep. Ik vind het dapper dat u het zo kunt stellen hier. Dank Kelly voor de aandacht. Hè, want jullie doen elke week nu geloof ik zo'n verhaal om aandacht te krijgen voor zoveel verdrietige zaken die er zijn, die dus nog onopgelost zijn. Ja, de zaak van Elise is onderdeel van onze nieuwste campagne die we dit jaar uitvoeren. Case Not Closed. Zaken dus die niet opgelost nog zijn. Het is een campagne waar we elke week aandacht vragen voor een onopgeloste moord- of vermissingszaak. Dus je kan je voorstellen, dit jaar gaan we ongeveer 50 van dit soort oproepen laten zien. Mm-hmm. Allemaal verschillende soorten zaken. Het is dit jaar begonnen met Petra van den Berg, een zaak uit 1982. Nu Elise. En volgende week hebben we ook weer een andere zaak. Het zijn allemaal verschillende soorten zaken. Sommige zijn verjaard, sommige zijn in het buitenland gebeurd. Maar om maar aan de boom te blijven schudden en te zorgen dat er toch tips binnenkomen, in de hoop dat enkele van deze zaken na al die jaren opgelost kunnen worden. Ja, ik denk dat er echt meer capaciteit moet komen voor dit soort zaken. Ja, snap ik. Als je deze zaken niet oplost, dan heb je grote kans dat soort figuren loslopen en weer iets flikken. Dus dan komt er weer een zaak op de stapel. Nou, laten we hopen dat het eerste probleem is op. Dat het iets losmaakt, wat u hier vanavond vertelt. Ik hoop het. Dat kan als dat gemeld wordt. Mocht je iets weten over deze situatie, of dus vrienden zijn van een van de betrokkenen, je kunt de tips delen op peterrdevries.nl. Dank voor uw verhaal en moed. En dank Kelly voor de aandacht. Leuk.